Ik weet niet waarom, ik wil hier heel graag een video over maken. Ik heb een nieuwe start genomen. Kijk, voor jullie allemaal een beetje raar, denk ik. Ik heb een nieuwe start genomen. Het heeft niks te maken met YouTube, het is persoonlijk in mijn privéleven wat alles gebeurt. Ik heb ander werk, finally. Ik heb heel lang niks eigenlijk bijna gezegd over werk op YouTube, omdat ik dat, ja, toch wel een beetje heftig vond om dat te doen, dat ik daar nog werkte. Maar nu ben ik daar dus weg en ja, nu wil ik toch wel wat dingen kwijt. Van de reden is gewoon, ik werkte heel veel. Ik werkte elke feestdag, elke zondag, zonder dat er eigenlijk enige recuperatie voor was. Ik werkte nog steeds mijn dagcontracten. De baas was best wel bot tegen mij en verwachtte dingen die niet mogelijk waren, ook al is het volgens hem helemaal niet waar. Ja, het ging daar al een tijdje niet goed mee. Gewoon. Ik ga niet te ver in detail treden, want dat wil ik mensen ook niet aandoen. Van kwaad te praten of zo, want dat ligt niet in mijn aard. Maar het is nu wel genoeg geweest. Officieel werk ik daar nu nog dit weekend, want ik neem het op zaterdag 28. Officieel werk ik daar nog, maar ik heb gezegd dat het stopt. Omdat ik dus met die dagcontracten werk. En dat wordt gewoon stopgezet van de een of andere dag. Volgens mij kan dat niet, maar kan gewoon wel. En ik ga zo meteen naar mijn nieuwe werk al. Ik had gisteravond gesprek daar ineens. Ik had normaal voor iets anders gesprek donderdag. Dat is afgebeld geweest en toen kreeg ik in de avond een telefoon van dit werk. Van, wil je toch bij ons nog even langskomen? Want we zijn toch wel geïnteresseerd. En ik was like, dat andere moest gewoon afgebeld om dit te kunnen doen. Super cool. En ja, ik had gisteren een gesprek. Het was heel positief. Die man begreep me helemaal. En nu mag ik vandaag daar mijn eerste proef gaan doen en contract gaan tekenen. En ja, morgen ben ik vrij. En dan maandag begin ik officieel daar te werken. Dus ik ben zo ontzettend benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. Mijn ex-baas heeft me echt net, ik ben het dus net gaan zeggen, persoonlijk, ik ben spullen gaan teruggeven en zo. Als je trouwens iets hoort, is mijn moeder met de stofzuiger. Man heeft me net echt nog volledig in de grond stampen, om van alle redenen. En ik probeer me erboven te houden, het zit wel heel erg in mijn hoofd van wat er allemaal gezegd geweest is. En ik besef het allemaal nog niet super goed dat mijn leven gaat veranderen, positief dan. Volgens hem gaat het helemaal negatief en dan ga ik echt nog ogen open trekken en zo, maar I don't know. Het voelt allemaal nu al veel beter. Ik zat met zo negatieve gedachten door wat er daar allemaal gebeurd is en gezegd werd. En die heb ik nu niet meer. Die zijn ineens gewoon plof verdwenen. Ik zat zelfs met zelfmoordneiging. Echt, ik ga daar niet stom over doen. Het is gewoon zo. Ik heb vaker gedacht, als mijn leven zo moet doorgaan en dat niemand me een nieuwe baan gunt, dan stopt het gewoon. Het is klaar. Durf ik gewoon zeggen, ja, hoe erg dat ook klinkt nu, het zat op de rand. Maar ja, het is al positief now, again. Dus straks ga ik daarheen. Ik moet wel nog allemaal wat dingen vragen over hoe het zit met vakantieregelingen, vrijregelingen. Ja, werkroosters. Ik weet alleen officieel dat ik maandag moet werken en al woensdag thuis ben met de feestdag. Maar verder moet ik het allemaal nog een beetje bekijken. Dat komt allemaal goed. En ik ga jullie zeker op de hoogte houden. Echt. Ja, ik denk dat jullie het ook gewoon aan mij wil gaan merken dat ik rustiger ben en me beter voel. En het gaat ook goed op vlak van sporten, want misschien zie je het wel nu als je kijkt, als je een vlog kijkt van een half jaar geleden. Zeker volgens mij nog wat anders uit dan dat ik er nu in mijn gezicht begint een beetje in te krimpen. Maar ja, ik ga daar dus zo meteen heen. We moeten er over een half uurtje zijn. Dus, Hey allemaal, tijd voor een update. Het is ondertussen 2 uur geworden. Ik ben tussen 11 en 12 eventjes langs het nieuwe werk geweest. Oh my god, het was zo fijn. Ik voel me daar gewoon zo meteen thuis en al die mensen zijn zo aardig. En het is gewoon een heel groot team. Mijn haar is een beetje verfukt, I know. Maar ja, echt. Wauw. Ik heb ook gelijk werkschoenen gewoon gekregen, like deze. Het zijn echt van die speciale schoenen, want ik ga daar in de binnenwarij terechtkomen, dus ja, dat moet. En maandag krijg ik ook
tenue en alles. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ik heb ook wat anders gekregen. Ik had een bestelling gedaan bij de Bijenkorf vorige week. En dat pakket is eindelijk na superveel heen en weer gelopen teruggekomen. Dus ik ga even laten zien. Eerst heb ik deze Tommy Hilfiger trui gekocht. Die heb ik om twee redenen gekocht. Eén, omdat ik Tommy Hilfiger gewoon leuk vind. Oeh, sorry dat. Sorry. Omdat ik Tommy dus leuk vind en dat ik er al lang iets van wou. En deze trui is eigenlijk een mannentrui. En Ahmed die had deze trui ook aan. En ik dacht, het is dubbel zo leuk als ik hem ook heb. Ik heb hem volgens mij alleen iets te groot gekocht. Het is een XL, maar volgens mij gaat hij best wel groot vallen. Maar I don't care. Een lekkere fusietrui is ook binnenin echt super warm. En hij was €129. Rip, rip, rip. Dan zie je het al hier. Heb ik een adventskalender van Clinique gekocht. Die was ook in de sale. Kijk dat, die balletje. Die was in de sale. En die ga ik dus vanaf 1 december beginnen openmaken. Als jullie dat leuk vinden, doe ik dat in een video. Of ga ik dus elke dag filmen wat ik eruit haal. En ja, dan komt dat online. Heb ik 2 MAC paletjes gekocht. Ze hadden er heel veel, maar ik vond deze de mooiste. Dit is de Prissy Princess. Even openmaken. En dat is deze. Zo mooi. En dit is een highlighter, die grote. En dit is de Mischief Minx. En dat is deze. Met iets warmere kleuren. Echt super mooi. En ook een lipstick. Eentje die ik al heel lang wou en heel lang zocht. Door Masha van Beauty Gloss. En dat is deze, de Snob. Eindelijk heb ik hem. En hij is donkerder dan ik had gedacht. Ik dacht dat hij heel flashy roze was, zoals dit op mijn trui. Maar dit is dus Snob in de satinlijn. Dat was het. Oh, ik weet nu gewoon niet wat ik met mijn tijd moet doen. Ik ga best wel vaak thuis zijn nu. Weekend. We hebben echt wat dingen gepland hier thuis van... bijvoorbeeld een zo-abonnement nemen en zo. Omdat we dat gewoon super leuk vinden. Dus dat gaan we denk ik wel doen. En ja. Het moet allemaal echt nog even doorzakken tot me of zo. Doordringen. En maandag begint het serieuze werk. Dan begin ik daar mijn eerste dag om 6:00 ochtends. Dat wordt wel even wennen. Maar I don't care. Ik heb het ervoor over. Alles is beter dan werk was. Ik ga nu de bladen doorlezen die ik heb gekregen ook nog en zo. En het moet ook even gebeuren. Maar het komt goed. Ik hou jullie zeker op de hoogte. Het is ondertussen zondagavond 9:50. En ik was net even het mini vlogje aan het bewerken wat ik al gemaakt had. En ik zag dat ik daar niet echt een einde aan gemaakt had. Dus ja, dat doe ik nu even. Ik heb vandaag niet zo heel veel gedaan. Gesport, naar begraafplaats geweest, auto gewassen. En nog verder blaadjes gelezen. Het was een heel dikke map en een USB-stick met afvalbestanden die ik even moest doorlezen. Dat heb ik dus gedaan. Ik ben denk ik klaar voor morgen. De eerste werkdag. Wordt wel heel spannend hoor. Er is nog zoveel wat ik niet weet. Van waar is mijn kluisje? Welke kleding moet ik aan? Echt heel veel dingen. Het enige wat ik heb zijn schoenen. Maar ik krijg nog een heel outfit. Maar dat komt allemaal goed. En ja, ik ben benieuwd en ik word gebeld. Ik word gebeld, oké, een minuutje. Dat is raar. Er is een man aan het telefoon van een West-Vlaamse. We hebben boksen geplaatst bij ons deze middag. Pardon, ik weet van niks. Oké, verkeerd verbonden dus. Wat ik net zei, dat het vooral heel spannend is vanmorgen. En ik heb dus al die blaadjes doorgelezen. En ja, het zijn heel veel regeltjes, heel veel wetten. Dingen die eigenlijk ook niet meteen van toepassing zijn. Maar ik rook niet, ik drink niet, ik doe niet aan drugs. Dus, ja. Maar goed, morgen grote dag. Ik ben er helemaal klaar voor. Jullie horen zeker nog dingen van mij. Ik heb een beetje mijn planning ook aangepast trouwens voor YouTube. Er komen nu 1, 2, 3... Die fan belde terug. Echt serieus. Ik ga het niet weer opnemen. Ik ga het niet opnieuw opnemen. Dan belt hij weer mijn... Ik laat het doen. Dus ik heb nu 1, 2, 3, 4 geplande video's. En dan komt er een masker en update video.
Waarin ik natuurlijk weer met jullie ga praten over hoe het gaat met van alles en nog wat in mijn leven. En ik denk dat werk daar zeker wel een puntje van gaat zijn. En misschien tussendoor gebeuren er ook nog dingen. Plus, jullie zagen eerder in deze video over de adventskalender. En City bracht me ineens op het leuke idee om misschien vlogmas te doen. Dus ik had een aantal video's in december gepland. Die gaan waarschijnlijk dan vervallen. En vanaf 1 december maak ik elke dag de adventskalender open. En sowieso 24 dagen lang tot kerst ga ik dan vloggen. En misschien doe ik er dan nog wel 2 keer tot na aan de nieuwe ook nog bij. Daar ben ik nog niet 100% zeker van of ik dat ga doen. Maar ja, dan weten jullie dat vast. Dat er zit aan te komen. Super veel zin in. Ja. Ik ga nu stoppen met praten, want de video is al 7 minuten en dit moet er nog bij. En anders is het weer een super lange video, maar ik wil jullie echt heel graag op de hoogte brengen. Bedankt jullie voor het kijken en tot snel. Tot de volgende video.